De eerste dag dat ik in het ziekenhuis lag, dacht ik nog dat ik na 2 weken wel weer thuis zou zijn, maar dat viel toch even tegen. Op een gegeven moment dan besef je wel hoe ernstig het is en dan vraag je ook nog maar weer eens af of je überhaupt wel weer kunt sporten zoals je ervoor altijd deed. Zeker de jongeren, ja, die missen echt daadwerkelijk gewoon hun bijna oogappel van ja, ik wil zo worden als Shinky Knecht. We weten allemaal, Suzanne Schulting had voor een postertje van Shinky boven de bed hangen bij wijze van. Ik kwam de behandelaars zeg maar bij me, die vroeg aan me hoe lang ik nog wou schaatsen. Dat vond ik een beetje een stomme vraag, want ik wou gewoon weer schaatsen. Ja, op dat moment dacht ik wel even van ja, wat bedoelen ze hiermee? Kan ik helemaal niet meer schaatsen of zo. Hij kan er ook zo op. Het grootste voordeel wat Shinky heeft, is dat hij bijna niet terugkijkt. Hij leeft echt in het nu. Wat kan ik nu met de beperking die ik nu heb en hoe kan ik die wegnemen vandaag? En dan zie ik morgen wel weer hoe ik ervoor sta. En dat denk ik dat hem zo sterk maakt. Ja, Shinky is afgelopen januari geblesseerd geraakt. Een maand daarvoor was hij in principe ook al geblesseerd met een heftruck ongevalletje. Verbrand in januari. En verbrand bedoel ik echt verbrand. Hij was er heel zwaar aan toe. Nou, het was natuurlijk niet de makkelijkste periode in het ziekenhuis. Maar ik kan wel vrij goed relativeren en de knop omzetten dat het gewoon wel weer goed komt. Dus uiteindelijk, ik denk dat het me ook wel goede dingen heeft gebracht. Het ziekenhuis in Groningen, Martini ziekenhuis, heeft hem echt ongelooflijk goed begeleid in de afgelopen maanden. Want het is nogal een traject wat hij heeft afgelegd. Ja, 7 weken lang daar zo hard mogelijk gewerkt om weer, ook op dat moment ook wel gewoon lichtelijk aan het trainen. Wel gewoon in de kamer in het ziekenhuis, maar wel gewoon eigenlijk vanaf dag 1 wel gewoon doorgezet om weer te kunnen gaan schaatsen. Nou, dat ongeluk wat Shinky had in januari en zelfs ook al in december, dat raakt iedereen. Hè? En dat is niet alleen omdat we of medelijden met hem hebben of denken, oh jongen, hoe kan het jou nou overkomen? Nee, het is daadwerkelijk, je mist opeens gewoon een familiemember, je mist een teamgenoot. En zeker een alpha mannetje zoals Shinky is en de prestaties die hij levert, maar ook de stempel die hij op de trainingen drukt. Hè? Hij is echt prominent aanwezig in onze trainingen, hij doet heel veel rondes op kop, sleurwerk. Zet de standaard waar iedereen zich aan wil meten. Nou, ik heb natuurlijk in het moment dat ik net uit het ziekenhuis was ook wel getwijfeld natuurlijk. Maar op het moment dat ik weer de eerste keer weer kon schaatsen en dat eigenlijk wel weer vrij makkelijk ging, het schaatsen. Nou, dat voelde wel echt fantastisch. Dat ik gewoon weer kon schaatsen, dat was wel echt een lichtpuntje in de afgelopen tijd. En als hij constant maar kijkt wat hij niet heeft, dan is het verdomd lastig om te presteren natuurlijk. Maar hij kijkt gewoon, wat heb ik nu voor handen? Wat moet ik doen vandaag? Hoe ga ik het doen? En ja, dat is zijn motivatie om die dag door te komen. En morgen is een nieuwe dag. Als ik ga schaatsen, dan heb ik een speciaal aangepast schaatspak. En dat is omdat die huid is nog heel dun. En die kan zeg maar de druk van van je eigen bloed nog niet aan. Dus als ik rechtop sta, dan zakt natuurlijk het bloed naar je benen. En dan is dat gewoon een heel vervelende pijn. En als ik die compressiekleding aan heb, dan heb ik dat niet. Want die steunt dan de huid een beetje. We weten wel van Shinky, de blessures die hij in het verleden heeft gehad, dat hij altijd heel snel herstelde. Sneller dan de gemiddelde. En we zijn heel blij dat hij in juni voorzichtig de ijs op is gegaan. En als je ziet waar hij nu staat, rondetijden waar je soms denkt van wauw, helemaal top. Alleen het herstelvermogen van Shinky is op dit moment nog eigenlijk
te laag. Het duurt te lang om te herstellen van een zware inspanning. Het schaatsen op zich gaat wel goed, maar fysiek ben ik gewoon nog heel ver achter. Ik moet eerst gewoon weer fysiek fit worden en dan gaan we nog even kijken. Misschien dat ik aan het einde van het seizoen nog een wedstrijd kan schaatsen. Dat zou wel heel mooi zijn. Shinky weet heel goed wat hij zelf wil. Het mooie is, hij laat zich ook sturen door de omgeving. Hij kijkt heel goed, hij voelt heel goed aan wat anderen doen. Wat de zwakheden van anderen zijn, waar hij ze kan verslaan, ook in trainingen. En ook waar atleten heel goed in zijn, of die er eventueel wat van kan meenemen. Ik heb gemerkt dat hij de laatste jaren ook veel vaker zijn ervaringen deelt met anderen. Dat zag ik een aantal jaren geleden een stuk minder. Zal ik nog één keer doen voor je? Ja, ik probeer wel de jongere shorttrackers op dit moment een beetje te ondersteunen en te helpen waar ik kan. Zodat zij in de toekomst ook betere resultaten kunnen behalen dan dat ze nu doen. De afgelopen maanden vaak ook een voorbeeld geweest voor de jongeren om te kijken. Hey, kunnen we die grote master, master Brian van het shorttracken verslaan in training? Ja, dat was ook voor heel veel een motivatie om die dag te beginnen. En voor Shinky is het op een gegeven moment ook weer van het wordt weer tijd dat ik al die jongelingen achter me hou. Als zij dat natuurlijk zien dat het allemaal mogelijk is, hoop ik dat ze daar ook wat van op kunnen steken. Klaar. Wat je Shinky echt heel graag mee zou willen geven in de komende maanden, is dat hij het gevoel heeft dat hij niet alleen aan het herstellen is en dat hij echt daadwerkelijk een keertje voelt, hè? Dat hey, ik ben weer die oude Shinky. En dat hoef je maar één keer te voelen en dan weet je dat het kan. Ja, en dan probeer je het een tweede keer te voelen en dan probeer je het een aantal keren in een week terug te krijgen. En dan, als je dat natuurlijk met regelmaat terugkrijgt, dan kan je gaan bouwen aan misschien wel een Shinky 2.0. Maar gewoon één keer weer dat gevoel van Shinky, jij bent de master over jouw schaatsen. Jij bepaalt wat die schaatsen doen. Het grootste drijfveer is wel dat ik gewoon weer kan schaatsen. En ik vind het ontzettend leuk om te schaatsen. Dus als ik kan schaatsen, dan word ik graag elke ochtend wakker. Ja.